Goedemiddag. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza opgenomen op 14 augustus. Het is aardig weer in Nederland met zonnige perioden en er zijn wat stapelwolken. Op de satellietfoto's zijn die stapelwolken ook goed te zien. Rond een uur of twee was dat met name in de zuidelijke helft van het land. Maar ook in het noorden kunnen de komende uren nog wel een paar stapelwolken tot ontwikkeling komen. En misschien leidt dat zelfs landinwaarts nog tot een enkele spetterbui uit een grote stapelwolk. De temperatuur die ligt vanmiddag tussen de 22 en 25 graden. De hoogste temperatuur in het zuidoosten van het land. Verder waait er een zwakke tot matige wind... Uit het zuidoosten. Vanavond is er weinig aan de hand. De temperatuur die blijft zo rond de 20 graden tot zonsondergang. De wind die blijft oostelijk en is overwegend zwak. En verder zien we wolkenvelden en opklaringen. Morgen een heel ander weerbeeld. Dan kan er hier en daar een stevige bui gaan vallen, mogelijk ook met onweer. In de ochtend misschien al in het zuidwesten van het land. Later op de dag, in de loop van de middag, dan een paar stevige buien in het oosten van het land. En zoals gezegd, dan is er kans op onweer. Het kan hagelen en lokaal zijn ook windstoten mogelijk. Ik geef wel aan dat de buien zeer lokaal zijn. Dus lang niet overal wordt het dat slechte weer. De buien die vallen echt plaatselijk. En dat betekent dat de condities van plek tot plek sterk kunnen variëren. Voor de buien uit overigens wordt het nog wel heel warm. 26 tot 27 graden kan het in het oosten worden. In het noordwesten ligt de maximumtemperatuur rond de 22 graden. In de avond trekken de buien naar het oosten weg en dan klaart het van het westen uit op. En dan krijgen we woensdag weer een hele aardige dag met temperaturen tussen de 22 en 24 graden. Voor veel mensen is dat zeer aangenaam. Er zijn zonnige perioden en er zijn stapelwolken bij een matige zuidwestenwind. Misschien dat er in het noordoosten nog een enkel licht regenbuitje valt. Donderdag en vrijdag wordt het weer een stuk wisselvalliger. Dan vallen er meer buien. En ook de temperatuur moet een stapje terug doen. Over het algemeen ligt de maximumtemperatuur zo rond de 20 graden. Ook op zaterdag is het het geval. Maar op zondag gaan de temperaturen geleidelijk aan weer omhoog. En dan zien we volgende week op zich aangename temperaturen die liggen tussen de 20 en de 25 graden. En als het allemaal uit gaat komen zoals het nu in de weerkaarten staat, dan wordt het volgende week een hele aardige week met vrijwel droog weer en zonnige perioden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.